rondgeven aan wethouder Eerland voor de officiële opening. Een aantal maanden geleden werd ik benaderd door het gehandicapte platform Assen met een verzoek. Dat verzoek was eigenlijk afkomstig van hun werkgroep toegankelijkheid. En die vroegen mij of ik bereid was als wethouder een paar uurtjes in een rolstoel plaats te nemen. Een rolstoel zonder motoraandrijving, dus met handbediening. En of ik dan eens door de binnenstad wilde gaan en eens wilde ervaren wat normaliter een aantal van u dagelijks ervaart. Nou, ik heb het geweten. In de eerste plaats, ja, heel plastisch, een aantal van u was er ook bij. Heel plastisch, je krijgt ontzettende sterke bovenarmen ervan. Ik had dus spierpijn. Enorme spierpijn, maar dat was niet het enige. Wat je opvalt is dat je direct in een afhankelijkheidsrol wordt gedrukt, geplaatst, of hoe je het ook wilt zien. Assen, ik ben dankbaar dat we vandaag in Assen kunnen zijn. Ik kom hier vaak op vakantie in deze omgeving. En ik weet dat jullie een prachtig landschap hebben. Maar daar zijn we vandaag niet voor. We zijn er vandaag met de Rechter Nu Tour. Waarom een Rechter Nu Tour? Omdat discriminatie van mensen met een handicap en chronische ziekte voorkomt in Nederland. En hoe komt dat? Nederland is al te prat gegaan op zijn prachtige zorg. En dat is ook zo. Nederland is eigenlijk altijd een klein paradijsje. De laatste tijd kalft het wat af, maar de zorg was in principe altijd goed geregeld. Maar toch hebben we altijd een soort apartheidsbeleid gevoerd in Nederland. Speciale scholen, speciale werkplaatsen, speciale woonvormen, speciale recreatiecentra zelfs. En die tijd is voorbij. Mensen met een handicap, gewoon ziekte, zijn onderdeel van de samenleving geworden. Ja, het is zelfs zo erg dat we hebben moeten constateren dat iedereen hier in de zaal vroeg of laat een handicap of chronische ziekte zal krijgen. Of u moet ter plekke doodvallen, en dat wens ik niemand toe. En dat bewustzijn is van belang. Waarom is dat van belang? Omdat wij nog steeds constateren dat voorzieningen in Nederland heel slecht toegankelijk en onbereikbaar zijn. In Nederland zullen mensen die doof zijn niet gewekt worden door het alarmsysteem wat er in hotels is. In Amerika krijgen alle mensen die doof of slechthorend zijn een speciale pieper mee die afgaat bij brand. Kijk, ik ben het er helemaal mee eens. Als het gaat om die artikel 1 grondrecht, maar ook strafrecht en die wet gelijke behandeling, maar ook dingen als bouwbesluit, dat je daar gewoon goede toegankelijkheid meteen in mee zou moeten nemen, want dat geldt inderdaad dan voor iedereen. Ja, er wordt dan wel eens gezegd van ja, het is maar voor een beperkte groep, maar uiteindelijk kan iedereen gewoon dan van dat soort voorzieningen gebruik maken. En ja, het lijkt mij inderdaad het grootste voordeel wat jij ook zegt, dat je dan niet meer het gevoel hebt altijd van voor mij moet er een uitzonderingspositie gecreëerd worden, maar dat je gewoon van de reguliere voorzieningen gebruik kunt maken. Nou, de wet zoals die nu in de Tweede Kamer ligt, ja, daar zijn wij diep over teleurgesteld. Het kwam net al even, sport zat er aanvankelijk ook in, maar dat is er alweer uitgehaald. Het gaat nu echt om arbeid en toeleiding tot de arbeid, maar dan ook nog heel beperkt. Want dat moeten dan weer beroepsgerichte opleidingen zijn en het reguliere onderwijs valt daar niet onder. Nou, wij zijn van mening dat dat zeker zou moeten gebeuren. Sport moet er gewoon weer bij. Maar zeker ook als het gaat om de openbare vervoersvoorzieningen. Het is uitermate slecht dat dat nu niet is meegenomen. Dat zal ook wel financiële oorzaken hebben, ben ik bang dat men daar niet voor heeft gekozen. Er worden nog steeds treinstellen besteld die niet toegankelijk zijn en waar je nog met steeds zeer ingewikkelde afspraken moet hopen dat je in de trein komt. En dat je ook mag hopen dat op het moment dat je moet overstappen dat het dan allemaal goed geregeld is, want dat hoor ik dus echt heel vaak dat het dan misloopt of dan kan de conducteur niet degene vinden die in de rolstoel zit en dan moet je maar door naar het volgende station of nog veel verder. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die niet meer kunnen in deze tijd. Ervaringen uit te wisselen en met nieuwe ideeën te komen hoe we deze actie van de Rechter Nu Tour, dat gaat om het volwaardig burgerschap voor mensen met handicap en chronische ziekte, hoe we dat verder een vervolg kunnen geven. Ja.
moment. Wat zou je dan echt verschrikkelijk op zouden? Nee, nee, nee. Dat moet je niet rijden, want het is al een lang afgebracht. Ja, ja, ja. Ook even mee, hè? Dat willen we niet missen, hè? Kijk, wij zijn gewend onder controle te rijden. Wij mogen door, ja, wij mogen door. Hij regelt het. Oké. Okay. Dit is ook weer apart rijden, hoor, onder een kolom. Moet je wel een open plaats van hebben, zeker, Agnes? Ja, zeg je? Moet je wel een open plaats van hebben, dit? Ja, ja, joh. Nou, daar hebben we het even over gehad met hun, maar ze zeiden, ja, dat is gewoon, dan moeten we elke dag moeten gaan. Ja, het is het. Hele land, hoor. En wij konden eigenlijk niet betalen om al die gasten anderhalve week in een hotel te zitten te eten. Denk ik. Maar het hoort wel bij Assen, dus het is wel. Ja, zeker.